Op 32.000 naam hier en iemand meer in shot, 32.000. Op 32.000 is jullie dood, zeker. 32.000 als op bij dan die. Kopper nummer 18.000, uitstekende klopt als op bij dan die. Dames en heren, kijk dit is al. Het fabriek, lokomotief 2000 meer. Kletterberg, niet te ja, dit is vandaag die veiling van oom Abraham Kreer van Koelsberg, sy Simmentalerstoet. En wat ze prachtige dieren gaan nie vandaag hier onder die hamer kom nie. Hier is groot belangstelling hiervoor, mense het van heide en verre gekom, mense wat self hulle eie kuddes wil verbeter is hier vandaag. En oom Abraham, hy is ook hier so. En ons is baie, baie dankbaar dat ons hierdie getuienis kan belewe van 60 jaar se toegewijde boerderij. Maar dit het nie sommer so gekom nie. Dit het 60 jaar se teling geneem om hierdie specifieke kudde op te bou, hierdie stoeterij. 60 jaar se intensieve bestudering van die genetica van specifieke dieren en van een specifieke beestras. En dan is dit die uiteindelijke resultaat. Maar dan denk om mens ook aan die woorden van Psalm 8. Psalm 8 wat vraagt: wat is die mens? Wat is die mens wat u so rijk beskenk het? Wat is die mens wat u met soveel gaves geseën het? Wat is die mens wat God so rijk beskenk het? Wat God so rijk toebedeel het? U het om oor die hele skepping aangestel. U het om oor die dierenrijk aangestel. En dan noem Psalm 8 specifiek die beeste. Maar dan gaan Psalm 8 verder en rig ons oor weer op die Here. Rig ons oor op die Here en sê hoe heerlijk is u naam op die ganse aarde. Dit is u wat vir ons hierdie gawes gegee het. Dit is u wat vir ons hierdie prachtige dieren gegee het. Dit is die heerlijkheid van die Here wat oor die ganse aarde is. Die Psalm begin daarmee en hy eindig daarmee. Dit is die heerlijkheid van die Here wat eindelijk geprys en geloof moet worden.